Huiselijk zo, Michiel. Nou, knus begin van de dag. Net als thuis. Hoe laat word je wakker gemaakt door de poes? Want daar werden we voor gewaarschuwd. Dat begon om 5:30. Dus toen ben ik in actie gekomen. Dat is de enige manier om dat te stoppen. Hey, dit is jouw boekje. Wat staat er allemaal in? Ja, dat zijn aantekeningen van dingen die ik bijwoon. Soms staat er ook niks bij. En soms, hier zat een heel verhaal van meneer Rodney Brooks, de baas van iRobot. De maker van Baxter en Sawyer. Goedkope, slimme robots. Dat was echt erg goed. Heel nuchter, verhelderend. Dus een uitstekend bedrag. Hey, wat zijn jouw belangrijkste lessen van gisteren? Nou, dit vond ik heel goed. Het ging over de bijzondere dingen die robots kunnen en vooral ook wat ze niet kunnen. En wat voor mij inzichtelijk was de manier waarop de man dacht over de toekomst van robots. En bijvoorbeeld ook de populaire gedachte alsof dat allemaal vreselijk uit de hand kan lopen en er hele nare dingen kunnen gebeuren, dat verdween daar als sneeuw voor de zon, wat mij betreft. Maar het was ook heel nuchter in de zin van wat die dingen heel goed kunnen en wat ze niet goed kunnen. En het voorbeeld wat bij mij is bijgebleven, is dat hij opstond. Dat kan ik nu niet doen. En een muntje uit zijn zak pakte en zei, er is dus geen enkele robot die dat kan. En meer van dat soort bijna boertige wijsheden. Ik moest even denken aan Warren Buffett, waar wij het gisteren over hadden. Wat boertige waarnemingen over om dingen in perspectief te plaatsen. Ik vond dat, en er waren veel meer boeiende dingen. Dat is prima. Hey, wat ga je vandaag doen? Ik ga straks naar een betoog over mobiele contentconsumptie. Nu gaat mijn telefoon, maar die laat ik gewoon gaan. Ik heb al een paar betogen dingen gezien over bijvoorbeeld deep linken binnen apps. En over hoe met messaging en slimme bots en dergelijke mobiele content veel meer toegankelijk gemaakt kan worden. En ook daar hebben we het hier gisteren over gehad. Ik denk dat er een aantal dingen gebeuren die de silo's van apps aan het opheffen zijn. En dat het een zeer goede zaak is. Dat iedereen daar uiteindelijk beter van wordt. Dat dus, om te beginnen. En Erwin, jij hebt ook al een paar uur gewerkt volgens mij, of zie ik dat nou weer verkeerd? Ja, uiteindelijk, kijk, bij de verdeling in dit huis hebben we ervoor gekozen dat Michiel, die houdt van poezen, die heeft dus de kamer genomen waar de poezen hem wakker maken. Kijk, ik kan best wel in een kamer liggen, die poezen maken mij nooit wakker, dus ik ben altijd veel te vroeg wakker, Stekel. Dus ik heb alweer een paar uur op zitten. Ik wil erop wijzen dat ik ook al onderbroeken en sokken heb staan wassen. En niet alleen van jezelf. Nee, ook jouw onderbroeken. Ja. Nou, wat doe ik dan? Bijvoorbeeld een dagelijkse nieuwsbrief schrijven. Dat doe ik ook zo. Een blogpost naar mensen toe. En dat ging voornamelijk over gisteren. We hebben gisteren Robert Scoble gesproken. Robert Scoble is een... van origine is hij journalist. Hij was in dienst bij Rackspace, een soort van Amazon, om over interviews te doen met startups, technologiebedrijven. En die is zo gek geworden die gelooft zo erg in virtual reality, dat hij is opgestapt bij Rackspace en nu bij een bedrijf wat Upload VR heet, is gaan werken. En ik vind dat VR-gedeelte heel erg bijzonder. Ik zie het eerlijk gezegd nog steeds niet, maar als ik met dat soort mensen spreek, denk ik, nou, er moet toch wat in zitten. Maar gaan we allemaal met die gekke grote bril opzetten? Hopelijk komt er iets anders voor in de plaats. Ja, waarom geloof je er dan niet in? Nou, met name daardoor. Maar je bent altijd zo goed gelovig in al die nieuwe dingetjes. En nu opeens geloof je er niet in. Ja, nee, kom maar. Maar je weet, ik ben ook een man van uiterlijk. Hè, dus ik vind het zo lelijk. Vanwege grote brillen hou je niet van. Nee. Dus nou geloof ik, dan kan het niet worden. De camera ook steeds slechter stilhouden trouwens. Michiel, waar ga jij heen vandaag? Even kijken. Ik heb gerekend op de vraag. Dat gaat wel altijd over gisteren. Ik ga zo meteen gaan kijken over can AI systems really think? Waar is de AI nou goed in en wat niet? Wat is dat deep learning en waar zit de grens in? Ik heb ook nog een sessie gepland met van ook een meneer van iRobot, die ook over de toekomst van de internet of everything heeft. Dus ja, allerlei AI dingetjes bekijken.
Nou, omdat je het zo graag wil, wat heb je gisteren opgestoken? Nou, gisteren heb ik onder andere een verhaaltje gehoord van een paar mensen die hadden het over werken in de toekomst. Lopen onze banen nou allemaal gevaar? En ja, het zijn van die ondernemers, informatici die het dan altijd daarover hebben. Die zeggen, ja, je kan gewoon ook ondernemer worden. En je kan ook een technische studie gaan doen. En dan is je baan heus wel veilig. Maar ja, dat is natuurlijk lang niet iedereen die dat wil of kan. Ja. Dus ja, zij... Werd je daar pessimistisch van qua werkgelegenheid? Voor een deel denk ik inderdaad. Daar is er ook niet echt een antwoord op. Gaan er echt wat zijn dan de banen die we niet moeten doen? Vrachtwagenchauffeur is een matige carrière. Ja. Radioloog. Accountant heb ik ook gehoord. Ja. Accountant, stukje schrijven. Radioloog? Ja. Er zijn serieuze experimenten die erop duiden dat ingewikkelde analyse van fotografie, nou vat ik het beroep radioloog waarschijnlijk iets te simpel samen, maar dat grote delen daarvan zeer goed te automatiseren zijn. Zeer goed. Gewoon een hele ingewikkelde patroonherkenning. Nogmaals, nou doe ik het iets te kort, maar dat er minder radiologen nodig zijn, dat lijkt mij heel waarschijnlijk. Ja. Dan wens ik jullie met z'n drieën, ik ga zelf ook meedoen, een hele fijne dag. Dankjewel.